Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie deze Electric Face Massager testen van Beauty Store. Het is een massageroller voor het gezicht die bij de Action vandaan komt. En hij belooft een glowy en calm skin. Dus het leek me wel leuk om dit te gaan testen of dat dit dan ook echt werkt. Ik heb zelf ook een jade roller en ik moet zeggen dat ik die wel heel erg fijn vind. Maar ik was ook wel benieuwd naar deze elektrische massageroller. Dus ik dacht, nou laten we deze gewoon even samen gaan testen. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik van dit product vind, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, allereerst, hij zit gewoon in een plastic verpakking. Hij is dus van Beauty Store. Hij is aan te raden om dagelijks te gebruiken voor 5 à 10 minuutjes. Er zit een roze kwartsteen in en er moet 1 AA batterij in. Er zit ook een on-off knop op. Hij mag overigens niet met water gebruikt worden. De batterij zit er ook niet bij. Even kijken of er verder nog wat op staat. Een strakkere huid en verhoogde elasticiteit en werkt ontspannend. Nou, we gaan hem even uit de doos halen. Dan vind ik allereerst het design al heel erg mooi, want hij is roze. Nou, ik hou van roze. Dit is dus de steen die erop zit. Heel erg mooi. De gouden details vind ik ook wel heel erg mooi. De onderkant kun je opendraaien. En dan gaat hier de... Hij zit best wel strak dicht. Batterij in. En dan draai je die erop. En dan zit hier het on-off knopje. Dus je kunt hier gewoon aan draaien. En dan gaat hij aan en uit. Design ziet er in ieder geval heel erg mooi uit. Ik heb het idee dat je dit beter niet kunt gebruiken om je... crème mee in te laten trekken. De jade roller kun je bijvoorbeeld lekker ook gelijk nadat je je crème hebt aangebracht eroverheen laten gaan. Zodat hij het ook een soort van intrekt. Maar dat lijkt me bij deze niet zo handig omdat hij dus elektrisch is. Maar goed, ik ga er even een batterij in doen. En dan gaan we deze gewoon eens eventjes proberen en kijken hoe dat gaat op het gezicht. Inmiddels zit er een batterijtje in. Dus ik ga hem aanzetten. Oh, ik hoor hem al. Nou, dan ga ik nu kijken of ik er een glowy en kalme huid van krijg. Ik ben heel erg benieuwd. Hij trilt niet super hard, moet ik zeggen. Maar het voelt wel heel lekker aan. Ik ga gewoon eigenlijk heel rustig over de huid heen. Ik merk dat hij onder de ogen wat makkelijker eroverheen glijdt, omdat ik dus een oogcrème op heb gesmeerd. Het is wel lekker koud, dus het voelt wel... Kijk, ik weet dat je van de jade roller dat die ook koud heel goed werkt. Dus die zou je bijvoorbeeld nog even in de koelkast kunnen leggen. Dan vind ik dat met deze wat lastiger, omdat hier toch een batterijtje in moet. En ik niet weet of het zo goed is om een elektrische apparaat in de ijskast te leggen. Het voelt heel gek. Als ik hier zit, trilt het bij mijn neus. Hij
Hij glijdt wel minder makkelijk over de huid heen als de J-trollen, moet ik zeggen. Bij je kaak voelt het ook heel gek. Je tanden gaan er van op elkaar en dat voel je dus helemaal doortrillen. Ik maak eerst mijn gezicht af en dan ga ik dan ook door naar de nek. Heel goed op mijn grote vriend, op mijn gezicht. Ik weet eigenlijk niet of ik hem op zijn hartst heb staan. Nee, maakt niet heel veel uit. Er zit volgens mij gewoon één trilstand op. Wat ik zo merk, want hij gaat niet harder als ik hem verder opendraai. Het voelt zo gek als je bij je neus dichterbij komt, dan voel je dat helemaal trillen. Oh, dat is niet echt een heel fijn gevoel of zo. Oh, het voorhoofd glijdt hij dan wel weer wat makkelijker. Als je over je neus gaat, kietelt het bij je neusgaten. Gaan we nu even de nek doen. Nou kietelt het bij mijn oren. Kun je eigenlijk zien hoeveel er in verband staat, hè, met je huid. Dan heb ik mijn hele gezicht gehad. Dan kan die uitgedraaid worden. Mijn huid voelt wel heel lekker zacht, vind ik, nu ik met deze roller eroverheen ben geweest. Ik denk wel dat ik hem even goed moet schoonmaken nu, want het kan zijn dat er dus wat resten op zitten van de crèmes die ik heb gebruikt. Maar of ik echt een glowy huid heb, dat weet ik niet. Maar het voelt wel heel relaxed aan, heel lekker zacht. Dat vind ik wel... Ja, dat vind ik wel heel erg lekker, wat ik zo beleef. Ja, op zich is het best lekker ontspannend om met zo'n dingetje over je huid heen te gaan. Ja, wat vind ik nou eigenlijk van dit product? Ik vind hem op zich wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Hij is wel heel erg lekker op de huid. Alleen doordat hij dus trilt, vind ik sommige gedeeltes een beetje gek aanvoelen. Bij de neusgaten, dat gaat heel erg trillen. Je kaak gaat trillen en bij de ogen voelt het een beetje anders aan. Maar op zich vind ik het wel heel erg fijn, want je hoeft zelf niet heel veel te doen. Het is eigenlijk alleen dit apparaatje te verplaatsen. Want ja, je... hoeft zelf niet te rollen. En dat vind ik wel het grote verschil met de Jade Roller. Ik zei ook tijdens het rollen dat het misschien lekker was om hem in de koelkast te leggen. Maar ja, omdat het koud gebruik altijd heel erg fijn kan zijn van zo'n steen. Maar ja, omdat ik ook al zei, er kan geen water bij, is dat eigenlijk helemaal geen goed idee. Dus dat zou ik dan toch afraden. Je hebt ook gemerkt dat ik af en toe wel wat makkelijker eroverheen ging. Omdat ik dus toch wel... crème had aangebracht. Ik had dit wel al een tijdje geleden gedaan. Dus het is niet dat ik mijn crème heb aangebracht en daarna deze heb gebruikt. Maar dan glijdt hij gewoon wat makkelijker. Ik vind het op zich wel heel erg lekker. Maar ik denk niet dat ik dit snel dagelijks zou doen. Want ik vind het dan lekkerder om af en toe gewoon te doen om mijn gezicht lekker te laten ontspannen. Omdat mijn gezicht er heel erg lekker zacht van wordt. Dus dat vind ik wel heel erg lekker. Dus over het algemeen, voor de prijs die ik ervoor heb betaald, vind ik hem echt heel erg geschikt. Ik vind hem wel heel fijn. Het verschil met de Jade Roller is dat je dus twee stenen hebt. Er zit ook een kleine steen in. En daar kun je dus net iets makkelijker bij onder de ogen komen. En dat vind ik wel het grote verschil. Maar ja,
Ik vind hem eigenlijk wel heel erg fijn in gebruik. Het voelt ook wel lekker. Ik merkte ook gewoon het goede verschil van mijn gezicht die een stuk zachter werd. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien zelf ervaring hebt met zo'n roller. Misschien heb je zelf ook wel een jade roller of denk je, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar deze. Ik heb hem bij de Action dus gekocht en ik kan alleen helaas op dit moment de aanbiedingsprijs vinden. Want op het moment dat ik dit film is hij nog in de aanbieding en dan kost hij €2,79. Maar ik ga het even in de gaten houden en dan zal ik even de oorspronkelijke prijs wat hij kost als hij niet in de aanbieding is in beeld neerzetten. Maar volgens mij is het niet heel erg veel. Ik denk dat ik er zo rond de €3 voor heb betaald, maar dat weet ik dus niet zeker. Dus daarom zal ik de prijs even in beeld vermelden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien wat ik van dit product vond. Het was ook een first impression. Voor nu ben ik wel heel enthousiast. Ik moet hem natuurlijk nog veel vaker ook gaan proberen bij mezelf, zodat ik misschien echt resultaat ga zien. Ik zag natuurlijk niet echt een heel glimmende huid, maar hij werd wel heel erg lekker zacht. Dus dat vond ik wel heel fijn. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat dan ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!